Ik denk dat ik de inspiratie gehaald heb voor het stuk te maken uit het feit dat ik zelf altijd het gevoel heb dat ik in een hokje geduwd word. En dat er eigenlijk altijd vooroordelen al bestaan voordat je iets hebt gezegd of hebt gedaan. Ik heb heel vaak het gevoel dat de maatschappij een kudde koeien is die elkaar gewoon volgen. En ik wil daar een beetje van afstappen.